laatste der grote helden. Hij wordt deze maand herdacht op VTM met 4 westernklassiekers. The Man Who Shot Liberty Valance uit 1962. The Sons of Katie Elder uit 65. Eldorado van Howard Hawks uit 1967. En True Grit uit 1969. John Wayne. Zijn leuze was... Liberty and justice for all. John Wayne. Een Brock America op VTM. Na het tweede nieuws. Oh, I killed him. There's only one thing that can save me. I kind of miss the good old days when they threw up at the sight of each other. Sometimes you wanna go where everybody knows you. Een borrel bij u thuis met Cheers en VTM op de buis. And they're always glad you came. Het is het tedere genot van frisse witte kokosnoot onder een verrukkelijk laagje melkchocolade. Bounty melkchocolade, Bounty puur, een stukje paradijs. The coldest winter is spring with you. Living with you, and living is such a thing with you. Vol, blijft ademen. En soms is dat maar goed ook. Love from Woolmark. Vizier en vizieret, schoon tot in het hart van u was. Voor wie leeft in het hart van de tijd? Hey, coach. Hey, coach. What's this? It's a fridge. We don't have this in the States. This is good. Hey, coach. It's a big taste for such a small country. Hershey Fris, hoe groot je dorst ook is. Hallo, sunlight. Wat een mooie dag. Wij houden van sunlight, de zuiver zachte kracht. Heel de dag sunlight, daar kan je niet omheen. Parfum van sunlight, zo is er maar één. Baby zachte sunlight, dat voel je meteen. Die zuivere sunlight, de zee voor iedereen. Het is zover. Nu mag ik u geschenken uitdelen. Echt waar. Voortaan kan wie slim is, beter leven en minder belastingen betalen, dankzij de levensverzekering en haar nieuwe voordelen. U kan om te beginnen tot 120.000 frank aftrekken. Daarbij komt nog de... Maar ik zal u hier niet alles over de levensverzekering uitleggen. Als u echt slim bent, vraag het snel aan uw verzekeraar. Kijk wat ik ontdekt heb. Een nieuw afwasmiddel. 100% natuurlijk en volledig afbreekbaar. Claril. Hard voor het vuil, zacht voor de handen. En vriendelijk, natuurlijk. Jij voelt je goed, goed in je vel. Beter dan ooit. En wij doen al wat moet. Voor het beste in jezelf. Vader of zoon. We zijn dat zo. Het Gillette Contour Plus systeem met een Lugra stret voor de man tot en met. En
als de zon weg is, wie verwarmt u dan goedkoop? De auto van de moordenaar van dokter Vibrant. Het uitgebrande wrak is achtergelaten dicht bij de plaats van de aanslag. Joseph Vibrant is vandaag ten grave gedragen. Blijf praten met alle lagen van de bevolking is de boodschap van Sovjetleider Gorbachev voor de Oost-Duitse partijtop. Net nu die duizenden Oost-Duitsers de benen ziet nemen. Geen fort meer voor rallypiloot Robert Droogmans. Hij klimt in een Lancia voor het volgend Europees kampioenschap. VTM Nieuws met Nadine de Sloveren. Goedenavond, dames en heren. Vanmorgen zijn duizenden mensen bijeengekomen om afscheid te nemen van Joseph Vibrant. De Joodse voorman die dinsdagavond is doodgeschoten op de parkeerplaats van het Brusselse Erasmusziekenhuis. Hij werd naar zijn laatste rustplaats begeleid door tal van Joodse vooraanstaanden en er waren ook enkele ministers aanwezig. Het stoffelijk overschot van dokter Vibrant is na de begrafenisplechtigheid bijgezet op het Joods kerkhof in Krainem. Duizenden Joden uit binnen- en buitenland verzamelen op het Poelaardplein om afscheid te nemen van de vermoorde leider van de Joodse gemeenschap in ons land. De stemming is bedrukt en bitter. Het zijn altijd de Joden die de slachtoffers zijn. Er heerst ook angst, maar daar weigert de waarnemende voorzitter van de Joodse gemeenschap aan toe te geven. Wij hebben ze niet georganiseerd om zelfverdediging te doen. We willen het niet doen en we zullen het niet doen. De ministers Eiskens, Moreau en Wattele bieden de Joodse leiders het rouwbeklag van regering en bevolking aan. Waarna de menigte opstapt naar de synagoge aan het regentschapsplein. De deuren van de synagoge staan wijd open. Maar dat is maar symbolisch, want de echte religieuze rouwdienst heeft pas volgende week plaats. Rabbijnen en andere Joodse vooraanstaanden begroeten de echtgenoten van dokter Vibrant, zijn moeder en familie. Even later wordt de optocht aan de zavel ontbonden. Maar vele honderden mensen volgen de familie naar het Joodse kerkhof in Krainem. Daar brengt de voorganger en vriend van de overledene, Marc Pardes, hulde aan dokter Vibrant als mens, Joods militant en wetenschapper. Als de kist in het graf wordt neergelaten, volgt het korte maar pijnlijke afscheid. In de buurt van het Brusselse Erasmusziekenhuis is een uitgebrande auto gevonden die in verband gebracht wordt met de moord dinsdagavond op dokter Joseph Vibrant. Dit soort wagen, een oud model Golf, is kort voor de aanslag opgemerkt op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Vanmorgen stond hij enkele honderden meter verderop langs de autoweg. Dinsdagavond hebben ooggetuigen kort voor de aanslag op dokter Vibrant een Golf gezien op de parking van het Erasmusziekenhuis. Het is speciaal opgevallen omdat de auto verkeerd geparkeerd stond. Het Brusselse gerecht heeft dan ook vermoedens dat de moordenaar van dokter Vibrant van deze Golf oud model gebruik heeft gemaakt. De Rijkswacht is er alleszins zeker van dat de auto in brand is gestoken. Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat dat dinsdagavond gebeurd is, de avond van de moord dus. Maar volgens een getuige stond het autowrak gisteren niet waar het vandaag gevonden is. De uitgebrande Golf is nu naar het Justitiepaleis voor verder onderzoek. Tegelijk met de vondst van de auto is ook iemand opgepakt in Gent en er wordt nog iemand gezocht in Schaarbeek. Terwijl het onderzoek naar de moord op professor Vibrant op gang komt, heeft er zich een tweede groep verantwoordelijk gesteld voor de aanslag. Eerst waren er de soldaten van het recht die in Beirut hun basis hebben. Nu is het een Palestijnse organisatie, het Jonge, Vieren en Vrije Palestina. Compleet onbekend, zelfs bij de PLO, die trouwens haar rouwbeklag heeft gemaakt voor de moord. De opeising is vanochtend bij enkele Brusselse kranten aangekomen en ook bij het weekblad La Cité. De brieven zijn natuurlijk bij het parket, maar de hoofdredacteur van het blad had toch zelf enkele vaststellingen gedaan. Ce qui m'a étonné, c'était la présentation du texte. Ce que j'ai essayé de voir le plus rapidement possible, c'est d'où elle venait et à quelle heure elle avait été postée. Et c'est comme ça que nous avons pu voir, puisque nous avions gardé l'enveloppe avec le texte lui-même. Nous avons pu voir qu'elle avait été postée à Liège 10, à Liège X, qui est le grand bureau de tri de Liège, le jeudi 5 à 16h de l'après-midi.
De brief houdt niet alleen de opeisingen in naam van een onbekende militie, maar ook een dreigement. Dr. Vibrant was het eerste slachtoffer. Belgische en Europese Joden, beef maar, want het zal niet bij die ene aanslag blijven. Echt of niet echt is natuurlijk de vraag. Ce n'est pas un texte que l'on a l'habitude de voir dans un groupe d'extrême gauche où on a de très longues explications sur l'acte que l'on pose. C'est présenté ici de façon courte, un texte qui est un peu écrit comme on écrirait un quatrain. Het Hof van Beroep in Brussel heeft zeer zware straffen uitgesproken in de zaak Felouis. Dat is de zwendel met de valse cheques om de raffinaderij van Felouis te kopen. De meeste beklaagden kregen zelfs zwaardere straffen dan in eerste aanleg. Het Hof dacht er zelfs even aan de veroordeelde oplichters meteen in de boeien te slaan. De Belgische veroordeelden waren anders allemaal braafjes naar de uitspraak van het arrest komen luisteren. Voorzitter Lumen van het Hof van Beroep is dan ook niet ingegaan op het verzoek van de openbare aanklager om ze meteen te arresteren. Maar het arrest zal zo al hard genoeg aankomen. Alleen Jacques van der Schuren deed voordeel bij de zaak. Hij werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen, het voordeel van de twijfel dus. Maar de anderen kregen 1 of 2 jaar gevangenisstraf bij. In april waren ze veroordeeld tot 3 jaar en een deel van de straf was nog voorwaardelijk. Nu krijgen de zwendelaars nog 1 jaar bij, 4 jaar dus, en een boete van 120 tot 180.000 frank. De Oostenrijker Paulet, die blijkbaar nattigheid had gevoeld, is niet meer verschenen in Brussel. Hij is bij verstek tot 5 jaar veroordeeld en van hem is wel de onmiddellijke arrestatie bevolen. De man woont nu in Duitsland. Bovendien mag de Oostenrijker, die met valse cheques de olieraffinaderij van Felouis zou kopen, al het geld dat hij kon verduisteren of op rekeningen blokkeren, terugbetalen. De banken, en dat is vooral de Luxemburgse BIL, hebben nu dus ook het volle gelijk gekregen. In april had de rechter die terugbetalingen wat laten hangen, omdat de zwendel moeilijk mogelijk werd geacht zonder fouten bij de bank zelf. Maar met het arrest van vanochtend is de zaak Felouis nog niet van de baan. Een van de kopstukken van de bende van Felouis, Eliane van Vrekkum, heeft al aangekondigd dat ze in cassatie gaat. Want als de vroegere vriendin van ex-minister Matteau daar gelijk kan halen, zijn de feiten verjaard. Maar in afwachting is de gevangenisstraf wel uitvoerbaar. Wordt de Belgische staat verder hervormd? Komt er nog een nieuwe stap in de federalisering van het land? Die vraag beheerst de politieke wereld nu het parlement volgende dinsdag weer aan het werk gaat. De regering vraagt het parlement alvast een werkgroep op te richten die de volgende fase van de staatshervorming moet voorbereiden. Maar binnen de regeringsmeerderheid zijn de meningen daarover verdeeld. Vrijdag. Dat betekent niet alleen veel verkeersdrukte in de Brusselse Wetstraat, maar ook veel politieke drukte. Ter hoogte van het nummer 16, dat is het kabinet van de eerste minister. Want daar komt iedere vrijdag de regering bijeen. En vandaag was het extra druk omdat dinsdag het nieuwe parlementaire jaar begint. Traditioneel komen de ministers dan met heel wat werk voor de parlementsleden. Zo heeft de regering Martens een programmawet klaar. Dat is een soort mammoetwet met allerlei maatregelen om de begroting voor volgend jaar te kunnen uitvoeren. Maar daarnaast wil de regering dat het parlement een werkgroep opricht om de zogenaamde derde fase van de staatshervorming voor te bereiden. Die werkgroep krijgt daarvoor tijd, maar ook niet te veel. Ik zeg dus dat er in de schoot van de regering een overeenkomst bestaat om in de zomer van 1990 tot besluiten te komen. Als de dialoog in het parlement geen resultaten zou opleveren, staat de regering natuurlijk ook voor de opdracht dat onderdeel van het regeerakkoord te realiseren. Maar zelfs binnen de regeringspartijen bestaat er twijfel of die nieuwe fase van de staatshervorming er wel komt. De hervorming van het parlement die moet gebeuren met de 2/3 meerderheid is natuurlijk geen eenvoudige zaak. Het zal dus afhangen van de politieke wil, meer bepaald van de Senaat, om zich te hervormen. En bestaat die politieke wil nog binnen uw eigen meerderheid? Ik geloof dat er geen enkele twijfel over bestaat dat alle deelnemende partijen en alle ministers willen dat de derde fase wordt uitgevoerd, wordt voorbereid en tot stand gebracht, zoals in het regeerakkoord is voorzien. In verband met die derde fase hebben de collega's van Gazet van Antwerpen een document opgediept van 8 maanden geleden. Het gaat om een gemeenschappelijk standpunt van de 3 Vlaamse regeringspartijen. Een soort Vlaams front dus. En dat gaat precies over de delicate punten, zoals de afschaffing van het dubbelmandaat en het recht voor Vlaanderen om zelf verdragen te sluiten. Er is nog veel te veel speelgoed op de markt dat gevaarlijk is voor heel jonge kinderen. Er moet veilig speelgoed komen en vandaag is een stap gezet in de goede richting. Op de kabinetsraad is een wetsontwerp goedgekeurd, waardoor vanaf 1 januari de Europese richtlijn voor speelgoed overgenomen wordt.
Het speelgoed voor kinderen tot 14 jaar moet dus veiliger worden. Het moet aangepast zijn aan de leeftijd van het kind waarvoor het bestemd is. De producenten moeten ervoor zorgen dat de kinderen het speelgoed niet kunnen inslikken, dat ze niet kunnen stikken en dat er niet te veel gevaarlijke stoffen in zitten. Het speelgoed moet ook hygiënisch zijn. Het is duidelijk dat er heel wat speelgoed op de markt wordt gebracht dat ofwel de veiligheid ofwel de gezondheid van de spelende kinderen in gedrang brengt. Er zijn daar tientallen en tientallen gevallen gekend. De bedoeling is dus dat voortaan enkel nog speelgoed dat voldoet aan een serie veiligheids- en gezondheidsnormen kan verkocht worden. Komt er toch ander speelgoed op de markt, ja, dat de Europese gemeenschap of de betrokken regeringen dat speelgoed van de markt kunnen wegtrekken, uit de winkels weghalen. De producenten mogen wel zelf een stempel geven aan hun speelgoed. Als dus de producent van oordeel is dat zijn product helemaal beantwoordt aan de normen die gepubliceerd worden, dan kan hij de Europese stempel zetten. Maar Europa gaat bij steekproef natuurlijk controles doen. En indien die controles uitwijzen dat de normen niet geëerbiedigd zijn, ja, dan vallen er sancties, plus, zoals ik reeds zei, het verwijderen van dat speelgoed uit de winkels van de markt weg. Een veiliger systeem is natuurlijk dat je als producent met je speelgoed naar een erkend laboratorium of instituut gaat. Dat het speelgoed uittest en dat dan u een brevet geeft. Maandag wordt het weer goedkoper autorijden. Vanaf volgende week mag Super zonder lood nog 27,90 frank kosten. 40 centiem minder dan nu. Loodhoudende Super slaat een halve frank af tot 29,10 frank. 10. De prijsdaling heeft te maken met een lagere koers van de dollar en lagere olieprijzen. En nu naar het buitenland. Mikhail Gorbachev is vanochtend in Oost-Berlijn aangekomen. De Sovjet-president is een van de eregenodigden voor de 40ste verjaardag van de Duitse Democratische Republiek. Een bittere verjaardag, want nooit tevoren hebben zoveel Oost-Duitsers op zo'n korte tijd de benen genomen naar het Westen. De kampioen van de hervormingen op bezoek bij een van zijn meest starre bondgenoten. Gorbachev zal terdeeg op zijn woorden moeten letten. Gorbachev en zijn vrouw Raisa werden verwelkomd door de 77-jarige staatsleider Erich Honecker en de leden van het Oost-Duits Politbureau. De Oost-Duitse overheid wil het tweedaags bezoek van Gorbachev in strakke banen leiden om zoveel mogelijk de uitingen van Gorbimani, zoals ze zeggen, te voorkomen. Ze hebben Gorbachev ook gevraagd zijn toespraken zo kort mogelijk te houden en geen spontane wandelingen tussen het publiek te houden. Maar het is onwaarschijnlijk dat Gorbachev zich daaraan zal houden. Hij sprak de hoop uit dat de Oost-Duitse jeugd zal verder bouwen aan een socialistische maatschappij en maande de overheid aan na te denken over hervormingen. De juichende massa op het vliegveld ziet in Gorbachev een symbool van hoop en verandering voor de Duitsers aan beide kanten van de Berlijnse muur. De voorbije maanden zijn zo'n 45.000 Oost-Duitsers naar het Westen gevlucht. De meeste zijn teleurgesteld over het uitblijven van economische en politieke hervormingen. Maar de communistische regering vindt hervormingen helemaal niet nodig. Bij elke gelegenheid dringt Gorbachev er toch op aan met alle lagen van de bevolking te praten. Terwijl hij vanmiddag een bezoek bracht aan het monument van de gesneuvelde Sovjet-soldaten, klonken elders in Oost-Berlijn oproepen tot verzet tegen de regering. En die lokte weer tegenreacties uit. De bedrijfsmilities in Leipzig zeggen dat ze bereid zijn de openbare orde en de veiligheid te verdedigen, desnoods met het wapen in de hand. Stel, je voelt je niet zo best, maar ook niet ziek genoeg voor een bezoek aan de dokter. Of het gaat wel, maar het kan altijd beter. Dan is dit misschien iets voor u. 101 manieren om weer fris en monter tegen de grote boze wereld aan te kunnen kijken. En er komt geen medicijn aan te pas. Drie grote hallen van Flanders Expo zijn volgestouwd met standjes over natuurvoeding en vooral natuurgeneeskunde. Je kan er gratis massage krijgen, relaxen, je toekomst laten voorspellen of lekker elkaar op de borst kloppen. Dian Sutorius, een Nederlandse dokter, laat de toeschouwers lachen om hun stress weg te krijgen. En pak hem bij de pols en echt trekken, trekken uit. Trekken. Niet lachen, alleen maar strekken. Veel lelijker, oké. Okay. Veel hoger, totaal. Stop, houd de ogen dicht. Blijf bij jezelf. Houd de ogen dicht. Luister alleen naar geluiden in jou en naar mijn stem. Mis het niet. Blijf bij jezelf.
Deze TGV van 1,5 miljoen frank vervoert zijn passagier op een warm waterbed, op weg naar zichzelf. Maak u klaar om de bewustzijnstoestand te verlaten. En Tibetaanse klankschalen moeten de energie naar de vergeten delen van het menselijk lichaam brengen. En ik mag niet vergeten zeggen, straks is er de beursrubriek van Marcel Guidé, maar eerst de sport. Tsjechoslowakije heeft vandaag een belangrijke stap gezet naar de eindronde van de Wereldbeker voetbal in Italië. In groep 7, waar België aan de leiding staat, versloegen de Tsjechen Portugal met 1-0 en worden daardoor alleen tweede in de stand. Hier is die stand, België dus op kop met 10 punten uit 6 wedstrijden. 1 meer dan Tsjechoslowakije. Portugal volgt nu als derde op 3 punten. Zwitserland en Luxemburg zijn uitgeschakeld. Als de Rode Duivels volgende woensdag in Basel van Zwitserland winnen, dan zijn ze zeker van een plaats in de eindronde. De Fransman Laurent Fignon is betrapt op doping na de grote bevrijdingsprijs in Nederland. Dat is een ploegentijdrit die meetelt voor de wereldbeker. Bij Fignon zijn toen sporen gevonden van amfetamines. Systeem U, de ploeg van Fignon, was tweede in die tijdrit. Het is niet de eerste keer dat Fignon positief wordt bevonden. 2 jaar geleden was dat ook al het geval na de grote prijs van Wallonië. De Fransman heeft nu geen tegenexpertise gevraagd. Hij krijgt een voorwaardelijke schorsing van 3 maanden. Fignon won dit seizoen onder meer Milaan-Sanremo en de Giro en eindigde tweede in de Tour. De kogel is door de kerk. Morgen verlaat rallypiloot Robert Droogmans de Fordstal en tekent hij een contract voor Lancia. Een belangrijke stap voor Droogmans, want het Italiaanse merk is de absolute top in de rallywereld. De transfer van Robert Droogmans is een onderdeel van een akkoord tussen Petrofina, dat via Fina Racing een aantal piloten sponsort, en het Italiaanse Jolly Club Team. Zo kan Fina volgend jaar uitpakken met een internationaal programma. Dat betekent het Europees, Italiaans en wereldkampioenschap. Robert Droogmans en Ronnie Joosten wonnen dit jaar met hun Sierra Cosworth de 24 uren van Ypres en de Rally van Polen. 2 proeven met coëfficiënt 20 voor het Europees kampioenschap. Droogmans stond daardoor een tijd aan de leiding in de tussenstand voor het EK. Maar tijdens de Mengs Rally viel onze landgenoot uit met problemen en hij moest de Europese titel laten aan de Franse Lancia-rijder Yves Loubet. Volgend seizoen zit Droogmans dus aan het stuur van een Jolly Club Lancia, de nieuwe Delta Integrale 16-klepper, een echte bom, zeggen waarnemers. Een wagen die veel weg heeft van de groep B-bolides die een paar jaar geleden geweerd werden. Met de Lancia zal Droogmans zich vooral concentreren op het Europees kampioenschap. En binnen het Jolly Club Fina-team krijgt Robert het gezelschap van de Italianen Cerato en Fiorio. Hoe het verder moet met de andere Fina-piloten is minder duidelijk. Mijn toekomst, ik weet dat ik zal niet volgend jaar met een BMW rijden. Wat wordt het dan wel? Het is een goede vraag. Voor volgend jaar weet ik nog niet. Ik hoop verder te rijden met Pina, maar er is nog niet concreet beslist. We gaan zien, maar in ieder geval rijd ik geen groep N meer. Het zal een groep A zijn, denk ik. We zouden meer moeten weten eind oktober. Dan heb ik nog wat rallynieuws. Jacky X heeft zijn tweede dagzege behaald in de rally van de Farao's. Na zijn overwinning van gisteren was X vandaag ook de snelste in de 6e etappe. Onze landgenoot heeft een klein kwartier voorsprong, of had een klein kwartier voorsprong op Arie Vatanen, die af te rekenen had met een gebroken achteras. Vatanen blijft wel leider in de rangschikking. X is tweede op ruim een half uur. Er is judo en er is budo. Het ene kent iedereen, het andere is voor de meeste onder ons denk ik toch een groot vraagteken. Wel nu, budo, dat is de verzamelnaam voor een aantal krijgskunsten uit Japan. En u kunt er de komende 4 dagen mee kennismaken in Vorst Nationaal in het kader van Europalia. Vanmiddag gingen wij al een kijkje nemen op de repetitie. De kunst van het vechten, dat is budo. Het is een begrip dat een aantal disciplines verzamelt. In Vorst Nationaal zien we er 12. Kendo, sumo, judo, karate en aikido zijn in onze contreien de meest bekende. Het gaat hier wel om dé zuivere Japanse krijgskunst. Dus het is geen spektakel van een mengsel van Koreaans, Chinees enzovoort. Zoals dikwijls in België te zien is, het uitsluitend Japans en bovendien gebracht door de Nippon Budokan, dus de belangrijkste federatie, de prestigieuze federatie van Japanse beoefenaars. Dus je krijgt eigenlijk het beste van het beste te zien. Hè. Soberheid en zelfbeheersing zijn de kernwoorden van de krijgskunsten die bijna allemaal ontstaan zijn in de tijd van de samurais.
Het geheel zit dan wel in een meditatieve sfeer, maar we kunnen toch niet ontkennen dat de krijgskunsten met het gebruik van wapens vaak een gevaarlijke en agressieve sfeer oproepen. Japanners benadrukken dat het gewelddadige eraf is, maar de gewelddadigheid is impliciet aanwezig. Het blijven technieken die ontwikkeld zijn op het slagveld en hoewel sinds eeuwen dus al niet meer op die manier beoefend, denk ik dat aspect toch nog erin in aanwezig blijft. Sumo is de meest spectaculaire discipline van de 12. Twee kolossen proberen elkaar uit een klein strijdperk te dringen of uit evenwicht te brengen. Sumo betekent in Japan wat voetbal hier betekent. De beoefenaars zijn vaak supervedetten. Het zijn meesters met een hoofdletter geschreven, dus die zich eigenlijk die niets anders doen, die zich constant daaraan wijden, die zich concentreren op hun school, op hun eigen leerlingen, die dus telkens hun eigen leer doorgeven en die leer wordt met veel geheimzinnigheid omringd. Dus zelfs als ze lessen geven, laten ze maar bepaalde trucjes zien en niet alles. Dus om het dus toch nog om zichzelf te beschermen eigenlijk. Vanavond heeft u de première in Vorst Nationaal gemist, maar morgen en zondag kan u er nog om 3 en om 8 uur terecht. Ook maandag en dinsdag, telkens om 8 uur, is er nog een voorstelling. Inderdaad, wie dus de vleeshompen van daarnet nog aan het werk wil zien en ook de rest van het programma, kan vanaf morgen terecht in Vorst Nationaal. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse financieel-economische rubriek. We vertrekken maar meteen in sneltreinvaart, want er was en is nogal wat nieuws op de financiële markten. Gisteren heeft de Duitse Centrale Bank haar belangrijkste rentetarieven verhoogd. En ze werd daarin natuurlijk gevolgd door de andere Europese centrale banken. En dan zijn er mensen die plots angstig worden. Het zijn die angsthazen die ervoor hebben gezorgd dat er wat terrein is verloren bij de Belgische waarde. Gewoonlijk is de grootste achteruitgang bij de meer speculatieve aandelen te vinden en dat is nu niet anders. Klabek, Cockerill, Metallurgie Hoboken, ASEC, Union Minière. Het zijn allemaal effecten die de voorbije weken steeds maar verder waren opgezweept. Uiteraard was er ook een zwakke week weggelegd voor de index van de contantmarkt, maar veel schade is er niet berokkend. En er zijn nog altijd de special situations die al de hele zomer furoren hebben gemaakt. De voorbije dagen is de verzekeringsgroep AG de ster aan het firmament. Ook vandaag ging de koers weer hoger, plus 375 frank. En ook op Wall Street kennen ze maar één richting, hoger. Vandaag werden nog eens enkele cijfers bekendgemaakt over de werkloosheid. En of er nu werklozen zijn bijgekomen of niet, maakt al lang niets meer uit. Hoofdzaak is wat de financiële analisten denken. En als die vinden dat meer werklozen goed zijn voor de economie, gaat de Dow Jones hoger. Zo simpel is dat. Jawel, de Dow Jones haalde elke dag een nieuw historisch record en ook vandaag werd kort na de opening ruim 10 punten hoger genoteerd. Meteen komt de 3000 puntenkaap stilaan in zicht en de dag dat die gerond wordt, zullen op de New Yorkse beursvloer wel een fix aantal champagnekurken knallen. De vrolijke gang van zaken aan de overkant van de Atlantische Oceaan wordt natuurlijk weerspiegeld in de koers van de Noord-Amerikaanse waarden die in Brussel worden genoteerd. Op kop de Canadese waarden Imperial Oil en Braskem, maar ook autoconcern Ford blijft hoog scoren. Maar er is meer nieuws vanuit de Amerikaanse hoek. Vanaf maandag kan er ingetekend worden op de aandelen van Euro Disneyland. Wie belegt er in Mickey Mouse? Als alles volgens plan verloopt, zal de eerste fase van Euro Disneyland klaar zijn over 30 maanden. Dan zullen de eerste bezoekers het Magic Kingdom kunnen betreden. Dat zal bestaan uit 20 attracties. Het kasteel van Doornroosje bijvoorbeeld, maar ook een première voor Europa met Discoveryland. Ondertussen kunnen we ons allemaal opwarmen aan de beursintroductie van Euro Disneyland. Want de aandelen zullen ook genoteerd worden op de beurs van Brussel. Waarom Brussel? Omdat de Belgische hoofdstad vanaf 1994 op pakweg 75 minuten TGV van Euro Disneyland zal liggen. Euro Disneyland maakt deel uit van het Amerikaanse Walt Disney Concern, dat met zijn themaparken eerder al is uitgezwermd naar Tokio en daar is het een daverend succes geworden. Dit jaar zijn de aandelen van Walt Disney op de Amerikaanse beurs verdubbeld in koers. Het park in het Franse Marne-la-Vallée moet volgens de directie ook een succes worden.
Projecties tonen aan dat de omzet in het eerste werkingsjaar rond 35 miljard frank moet liggen. Maar in het jaar 2016 zou dat al 270 miljard moeten zijn. En de winst zou er al vanaf het eerste jaar zijn, zowat 800 miljoen frank. Dat is niet veel, maar daartegenover staat dat de winst in de daaropvolgende 25 jaar zou stijgen naar 50 miljard. De uitgifteprijs voor de aandelen van Euro Disneyland werd vastgesteld op 72 Franse frank. Dat is ongeveer 450 Belgische frank. Op de Belgische markt worden 4,3 miljoen aandelen geplaatst. Veel is dat niet en het zal dus dringen worden om iets te kunnen bemachtigen. Maar wie niet in financiële sprookjes gelooft, heeft toch één troost. Vanaf april 92 liggen de echte Disney-sprookjes binnen bezoekbereik. En dat zal dan weer goed uitkomen voor degenen die wel in het financiële sprookje zullen hebben geloofd. De samensteller van de financiële rubriek, Marcel Guidé, heeft wel nog een goede raad in petto voor kandidaat geïnteresseerden. Het ziet er naar uit dat de emissie vroegtijdig afgesloten zal worden, doordat er zeer veel belangstelling is voor de aandelen van Euro Disneyland. Wie wil meedoen, schrijft dus best maandagmorgen in aan bank- of wisselagentloketten. Ziezo, Disney-liefhebbers kijken uit naar maandag, maar wij kijken alvast uit naar de laatavondflash met Ingrid de Putter om 21:00. Maak er verder nog een fijne VTM-avond van en wat mij betreft tot zondag. Enkele fijne recepten van Arcopan. Nodig enkele vrienden uit en maak een schotel verse spaghetti voor ze klaar. Garneer de spaghetti met plakjes gerookte zalm. Voeg enkele blaadjes basilicum toe voor de geur. Doe er een scheutje olijfolie bij en strooi er tenslotte wat droge parmezaanse kaas op. Arcopan, het duurzame en aantrekkelijke vaatwerk. Het leven kan zo zacht zijn. Nieuw, de wasverzachter door voor uw droogkast. Dit is het huis waar ik geboren ben. Waar is de tijd? Ja, toen kende ik het ware leven nog niet. Dat is waar, maar ik leerde snel. En na al die jaren wou ik terug naar dit huis. Ik heb alles in het nieuw gestoken, dat is normaal, hè? Alles evolueert. Kijk, zelfs de kaas uit mijn kindertijd, de kaas uit Holland. Ja, ja, men zegt nu kazen uit Holland. Je hebt kruidige kaas uit Holland, je hebt lichtere kaas, maar vol smaak. En exotische kaas uit Holland. En andere, zachtere kazen. Ach, al die nieuwe smaken en al die oude herinneringen. Kazen uit Holland natuurlijk. Kazen uit Holland. De smaken veranderen, de kaaskunst blijft. Mm-hmm.